Goedenavond. Als GRAD-coördinator heet ik jullie van harte welkom op deze digitale ouderinfoavond. Deze infoavond zal een toelichting van de werking van de school bevatten, een toelichting van de werking van de leerlingbegeleiding, een toelichting over het Chromebook-project en nadien, als u dat wenst, kan u naar de Google Meet met het klasteam om eventuele vragen nog te stellen. Voor eerst wil ik jullie voorstellen aan ons directieteam. Ons directieteam bestaat uit de directeur meneer Stefan Kroonen en de adjunct-directeur mevrouw Tatjana Rudden. Ook nog belangrijk in de derde graad BSO zijn de stagecoördinatoren. Elke klas in de derde graad BSO gaat op stage gedurende het ganse schooljaar. Mevrouw Anja Schelfout is de persoon die dit grotendeels coördineert. Ikzelf, mevrouw Karen Seder, ondersteun mevrouw Schelfout hierbij in het plannen en coördineren. Voor de derde graad BSO ziet het wekensysteem er een beetje anders uit dan voordien in de tweede graad. We hebben het schooljaar opgedeeld in drie periodes die telkens uit 4 weken bestaan. Elke week zal 3 weken aansluitend herhaald worden. Dus week 1 zal zo lopen van 1 september tot en met 18 september. En vanaf 21 september starten we dan aan week 2. In elke week gaat er een andere klas op stage. De klassen die op school blijven hebben dan elke week een ander uurrooster. Dit kan je steeds terugvinden in de schoolagenda. Dus gedurende elke periode zal elke klas 3 weken stage lopen en 9 weken les. Bij aanvang van de eerste stage wordt er steeds een initiatiedag voorzien waar alle administratie en afspraken rond stage worden overlopen en men vraagt dan ook nadien om deze steeds na te komen. Het is zeer belangrijk op stage dat er verwittigd wordt, zowel op de school als op de stageplaats als de stagementor en bij afwezigheid op stage is er steeds een doktersattest vereist. Nog belangrijk is mevrouw Sonja Gooses, de verantwoordelijke van de derde graad BSO op het leerlingensecretariaat. Bij haar kan je terecht met al uw administratieve vragen en met de afwezigheidsattesten van de dokter. Wanneer je afwezig bent, dan is het nodig dat je voor 8:30 's morgens de school verwittigt. Dat je uw wettiging afgeeft zodra je terug op school aanwezig bent. Dat wanneer je meer dan 3 dagen afwezig bent, je de wettiging dient af te geven binnen de 8 lesdagen vanaf de eerste dag afwezigheid. Moest dit niet lukken, kan je dit altijd via de post opsturen of iemand anders de wettiging laten afgeven op school. Indien je op voorhand weet dat je langdurig gaat afwezig zijn of afwezig gaat zijn door andere omstandigheden, gelieve dit dan te melden, zodat mevrouw Gooses en mevrouw Schelfout dit kan voorzien in de planning. Afspraken en te laat. Wanneer je meerdere malen niet in orde bent met je materiaal, dan kan de leerkracht vanaf de 4e keer een sanctie opleggen. Wanneer je te laat komt voor de 4e keer, dan zal je een strafstudie krijgen. Wanneer je te laat komt voor de 5e, de 6e en zo verder, dan zal je de volgende dag na een 30 minuten voor het eerste lesuur op school aanwezig moeten zijn en je aanmelden aan het secretariaat. De communicatie van de school verloopt op verschillende manieren. Ten eerste hebben wij onze website, www.babotanik.be. Hier vind je brieven, schoolreglement, het welkompakket en dergelijke terug. Daarnaast hebben wij ook het sms-systeem. Hiermee word je op de hoogte gebracht van dringende informatie. Bijvoorbeeld een lesuur later starten of de leerlingen mogen vroeger naar huis of dergelijke meer. Daarnaast heb je ook nog Smart School. Daar kan je het puntenboek terugvinden van de leerling, zowel de resultaten van de toetsen, de taken als de rapporten. Daar kan je digitaal de schoolagenda raadplegen, het leerlingvolgsysteem raadplegen. Hier kan je bijvoorbeeld informatie terugvinden over remedieringslessen, begeleidingstrajecten, het niet in orde zijn met materiaal en dergelijke meer. En daar heb je ook de mogelijkheid om berichten te sturen met de leerkrachten en of de opvoeders van het leerlingensecretariaat. Daarnaast hebben wij ook nog de schoolkrant, de Patat. Hier vind je allerlei leuke
foto's en verslagen van activiteiten op de school. En dan hebben we ook nog de klasteams waarmee je kan communiceren met vragen en opmerkingen over de school. Dus Smart School is een digitaal leer- en communicatieplatform. We hebben hier enkele algemene afspraken die van toepassing zijn voor leerling, ouders en leerkrachten. Ten eerste vragen wij aan de leerkrachten om één keer per dag, aan de leerlingen om één keer per dag de agenda, het puntenboek en de berichten op te lezen en op te volgen. Wij verwachten niet dat ze 24 op 24 beschikbaar zijn. Hetzelfde voor de leerkrachten. Ouders, daar verwachten we van dat zij op wekelijkse basis de punten en de berichten even raadplegen. Voor leerlingen van de eerste graad wordt er gevraagd om dit regelmatiger op te volgen. Berichten na schooltijd voor de volgende dag hebben geen geldingskracht. Berichten worden beantwoord binnen de 48 uur. Opdrachten tegen de volgende dag, die moeten sowieso ook in de les gecommuniceerd worden. Stel je hebt technische problemen thuis en je kan je Smart School niet raadplegen, dan is een geschreven briefje door een opvoedingsverantwoordelijke nodig. Publicatie van de punten van de leerlingen gebeurt normaal gezien onmiddellijk en 24 uur later krijgen de ouders hiervan een melding. Rapporten. In de derde graad BSO hanteren wij een permanente evaluatie. Deze wordt onderverdeeld in 4 dagelijks werken. Eentje in oktober, december, maart en juni. De rapporten in oktober en maart zijn tussentijdse rapporten en deze punten geven een beeld van de situatie op dat moment. De punten tot aan december en tot aan juni worden nadien bijopgeteld. In december en juni zijn wel definitieve punten. De leerlingen krijgen ook stagerapporten, meestal ongeveer 2 weken na afloop van de stageperiode. Dus zij krijgen 3 rapporten en op het eind van het jaar zal op het deliberatierapport het eindresultaat van deze stage genoteerd staan. Daarnaast worden ook attituderapporten meegegeven telkens. Deze attituderapporten geven een beeld van de attitudes op school wat betreft stiptheid, teamspirit, empathie, respect en kracht. Je krijgt hiervoor een voldoende of een onvoldoende, naar gelang de afgelopen periode, hoe uw attitudes waren. Wanneer je op het eind van het jaar een mooi attituderapport hebt, dan zal dit overgaan in een SODA-attest. Dit SODA-attest geeft een meerwaarde wanneer je bij het aanvang van de arbeidsmarkt gaat solliciteren. De oudercontacten die vinden plaats op 22 oktober, 17 december en 29 juni. Hier heb je de mogelijkheid om contact te nemen met het directieteam en of alle leerkrachten en leerlingenbegeleiding. ICT op Bea Botaniek. Ondertussen heeft elke leerling een Google-account van de school. Deze gaat als volgt, de voornaam, de achternaam van de leerling, @beabotanik.be en het paswoord is hetzelfde paswoord als men gebruikt voor de login op Smart School. Om dit te raadplegen ga je gewoon naar de site van Gmail en daar log je in met deze gegevens. Er bestaat sinds dit jaar ook een mogelijkheid tot het huurkopen van een Chromebook, maar dat gaat later door het ICT-team nog worden uitgelegd. Zo dadelijk kan je kennis maken met het klasteam en dat kan je doen door op doorgestuurde link te klikken en daar kan je terecht met al jouw vragen. Welkom op deze presentatie van de leerlingbegeleiding op Campus Botaniek. Even een woordje uitleg over wie wij zijn en uiteraard ook wat wij doen. In ons team werken 4 leerlingbegeleiders. Hier ziet u een foto van ons allemaal. Aan de linkerkant ziet u Diane Kokkelkoren. Zij werkt halftijds als leerlingbegeleidster in het secundair onderwijs en halftijds in HBO 5. Dit zal tot februari zijn, dan mag zij met pensioen. Daarnaast staat El Staats. Zij werkt halftijds als zorgcoördinator en halftijds als leerlingbegeleidster. Daarnaast ziet u Kelly Schippers.
Zij is sinds dit schooljaar gestart als leerlingbegeleidster. Ze zal dit voorlopig 10% doen en 90% nog als leerkracht werken. En vanaf februari neemt zij 60% op als leerlingbegeleiding en de resterende tijd als leerkracht. En daarnaast ziet u Anke Batens. Zij werkt voltijds als leerlingbegeleidster. Nu, leerlingbegeleiding, wat houdt dat net in? Wij werken als studiebegeleider, socio-emotionele begeleider en wij werken met leerhindernissen. Wat verstaan we onder studiebegeleider? Wij helpen bij de studiekeuze en wanneer er problemen zijn met motivatie. Op socio-emotioneel vlak zijn wij eerst en vooral een luisterend oor. Daarnaast gaan wij doorverwijzen naar externe organisaties wanneer nodig. Bij spijbelgedrag gaan wij ook de nodige stappen zetten om dit op te volgen, als ook bij pestproblematieken. Centraal staat eigenlijk dat wij aandacht geven aan het welbevinden van de leerlingen. Als we kijken naar leerstoornissen, dan zien we dat hier op Campus Botaniek heel veel onder basiszorg valt. Wanneer komt een leerlingbegeleider daaraan te pas? Dat is als er specifieke noden zijn. Nu, u hoort het, wij als leerlingbegeleiding werken hier op school niet alleen. U ziet hier op de print dat we samenwerken met onder andere secretariaat, CLB, de leerling zelf, klasgenoten, de lagere school voor de eerste graad, de leerkrachten. Op de klassenraden wordt er heel veel besproken. Maar dan ziet u linksonder ook staan dat ouders hier heel belangrijk zijn. Vandaar vragen wij ook wanneer er iets is of u hebt vragen, mail ons gerust. Dat kan op het Bea Botaniek mailadres, de voornaam, achternaam van de leerlingbegeleider. U kan een smartschoolbericht sturen of u kan ons gewoon telefonisch bereiken. Dankjewel. Dag beste ouders. Dit jaar gaat onze school van start met een Chromebook-project. In dit korte filmpje zal u uitgelegd worden wat dit project net inhoudt en waarom we deze Chromebooks net gaan aanbieden aan onze leerlingen. We zijn dit project aangegaan omdat we aan al onze leerlingen een budgetvriendelijke oplossing willen aanbieden om ook thuis digitaal aan de slag te kunnen gaan. Net om deze reden zal het ook mogelijk zijn om dit toestel maandelijks af te betalen. Verder hebben we gekozen voor Chromebooks omdat we hier zeker zijn van een degelijke kwaliteit en omdat deze ook vaak een stuk kleiner zijn dan de meeste laptops. Wanneer u een Chromebook zou aanschaffen, kan u ook zeker zijn van een heel goede verzekering. Ten slotte heeft de Chromebook ook een zeer lange batterijduur. 8 à 10 uur werken zonder opnieuw te moeten opladen is zeker mogelijk. Verder willen we nog wel even vermelden dat een Chromebook aankopen niet verplicht is. We willen er als school gewoon voor zorgen dat alle leerlingen thuis digitaal aan de slag kunnen en op deze manier willen wij een budgetvriendelijke oplossing aanbieden. Het zal dus ook niet de bedoeling zijn dat leerlingen die een Chromebook aankopen, deze elke dag mee naar school toenemen. Dit is het toestel dat wij aan onze leerlingen gaan aanbieden. Zoals u kan zien is het mogelijk om het toestel maandelijks af te betalen of het gewoon in één keer te kopen. Verder kan u nog kiezen tussen of 34 maanden garantie of 46 maanden garantie. Let wel op, dit zal er wel voor zorgen dat de prijs lichtjes verandert. Voor dit Chromebook-project zal onze school gaan samenwerken met het bedrijf The Rent Company. Het zal ook dit bedrijf zijn dat jullie de garantie zal bieden voor 34 of 46 maanden. Deze garantie heet het Easy for You abonnement. Dit houdt in dat je het toestel maandelijks kan aflossen of meteen kan aankopen. Dat zij een vervangende Chromebook zullen verzorgen indien er iets moet gerepareerd worden. Dat alle services en leveringen op school zullen doorgaan. Dat er ook een dekking zal zijn wanneer er schade is aan de Chromebook of wanneer deze gestolen wordt. En tenslotte zal u de Chromebook ook kunnen aankopen en maandelijks afbetalen zonder het voorleggen van bepaalde documenten. Vanaf volgende week zullen alle ouders een bericht krijgen met alle extra informatie in verband met de Chromebooks en het bestellen van deze toestellen. Wanneer u interesse heeft, zal u in de flyer bij dit bericht moeten klikken op de inlogcode. Daarna zal u gewoon volledig zelf uw Chromebook kunnen aankopen. Deze Chromebooks zullen daarna geleverd worden op school en zo verdeeld worden naar de leerlingen die er één besteld hebben. Vanaf volgende week zal iedereen dus een bericht krijgen via Smart School met extra informatie over zowel het toestel als het bestellen hiervan.